verhaal. Oké, ik ga iedere dag naar school en dan wil ik er gewoon een beetje vlot doorheen. Ik wil geen half uur aan mijn make-up besteden. Maar ik wil toch wel dat het een beetje mooi uitziet. Dus ik dacht, laat ik dat eens voor de camera doen. Ja, dan laat ik jullie zien wat voor make-up ik draag als ik gewoon naar school ga. Het is heel basic, heel simpel. Maar ik dacht, ik laat het toch gewoon even zien. Veel plezier met kijken. Zoals altijd begin ik met foundation en vandaag gebruik ik de Fit Me foundation van Maybelline in de kleur 22. Dat breng ik dan op de achterkant van mijn hand aan, ongeveer 2 pompjes. En dan verdeel ik dat over mijn gezicht. Foundation erop en zoals je misschien wel ziet heb ik hier zo nog wel wat onzuiverheden dat er nog steeds een beetje doorkomen, maar eigenlijk vind ik dat niet zo heel erg. Ik vind ook wel dat je je huid gewoon nog een beetje kan zien, maar dat is ook persoonlijke voorkeur. Wil jij gewoon echt een complete dekking, dan kan je nog concealer bijvoorbeeld opdoen. Ik laat het zo, ik gebruik ook geen concealer. Dan ga ik poeder gebruiken zodat alles op zijn plaats blijft. En ik gebruik de poeder van Rimmel London Stay Matte in de kleur 001 Transparent. En dat gebruik ik dan gewoon een grote poederkwast. Ga ik eroverheen en dan dep ik dat erop. Ik maak altijd eerst mijn gezicht af. Dan ga ik shapen en daarvoor gebruik ik een oogschaduw. Eerst deze van Catrice, de kleur 080 Go Charlie Brown. Beetje onder de kin en de kaaklijn. Om wat warmte weer aan mijn gezicht te geven, gebruik ik wel een normale bronzer. Deze is ook van Rimmel, de Natural Bronzer in de kleur 026 Sun Kissed. Ik zal het op je handen. Ziet er zo uit. Ik heb pen geraakt. Dat gebeurt nooit. Dus het is een big deal. En ik pak een kleine poederkwast. Goed aftikken weer. En dan ga ik eigenlijk overheen. En dan ga ik in die 3. Gewoon zodat er wat meer levendigheid in het gezicht komt. Natuurlijk blush. Ik gebruik er eentje van Flormar de laatste tijd. Die ziet er zo uit. Prachtig vind ik hem. Het is de Terracotta Powder. En dit is eigenlijk een blush, bronzer en highlighter in één. En dat geeft echt een prachtige, gezonde gloed. Dan gaan we verder met de wenkbrauwen. Ik gebruik hiervoor de Catrice Cosmetics Eyebrow Set in de donkerste kleur. Ook gedaan, dan ga ik ze nog even doorkammen zodat de harde lijnen. Het is alweer tijd voor mascara. Ik gebruik hiervoor de Maybelline New York Lash Sensational. Sensational? Ja, Sensational Lash Multiply Mascara. Natuurlijk. Oh, dit gebeurt me ook zo vaak. Dan natuurlijk nog iets voor op de lippen, maar dat verschilt eigenlijk per dag. Soms dan gebruik ik alleen een lippenbalsem. Die ik nu gebruik is die van Baby Lips Dr. Rescue in de kleur Coral Crave. Zo uit.
Of ik ga voor een lipstick. Vandaag ga ik voor een heel duur kleurtje. En die is van NYC. En dat is zo'n twistable lipstick. In de kleur 011 Brooklyn Brownstone. Dit is echt zo'n typisch My Lips Bebedden kleurtje. Ik vind hem echt heel erg leuk en het staat gewoon lekker fris. En dat zijn eigenlijk alle producten die ik gebruik. Dit is de routine die ik iedere dag doe. En ja, zoals ik al zei, best wel basic. Maar het ziet er toch weer wat verzorgd uit dan helemaal niks op. Ja, ik hoop dat je wat dan hebt gehad. Mocht je deze video leuk vinden, vergeet dan niet om een duimpje omhoog te geven. Je kunt me ook volgen via Instagram. Mijn naam is @AmberRichardson. Ik zet het als een linkje in de beschrijving. Vergeet ook niet te abonneren op mijn kanaal. Dat zou me hartstikke blij maken. En tot de volgende keer dan.